Een hele goede morgen. En welkom bij Nieuwe Ups and Down. Goedemorgen. Ja, goed zo. We hebben vanochtend Sam en Jordi naar school gebracht. En daarna zijn we thuis geweest, heeft hij buiten gespeeld. En wat heb je hier gedaan? Fruit gegeten, broodje gegeten. En nu zijn we net naar de winkel geweest. En gaan we zo Sam ophalen. Daar is er weer tijd voor. En we hebben een beetje gerelaxed. Ik heb een beetje heel veel issues met mijn lichaam momenteel. Maar dat is zoals het is. Wij hebben Sammy opgehaald. En Sammy wil bij mama blijven zitten. Sammy wil niet weg. Overal waar mama heen gaat, gaat Sammy ook heen. Ja. Ik denk dat Sammy mama vandaag gemist heeft. Maar hallo. Hallo. Liam, ben je een filmpje aan het kijken? Waar is je Boomba? Waar heb je Boomba gelaten? Ga je die zoeken? Ga je zoeken. Waar is die Boomba? Ik weet al waar jouw Boomba is. Bij de aankleedtafel. Boomba. Doe ze maar pakken. Daar zijn de Boombas. Yay! Wil je samen hier zitten? Dat mag. Mag best samen zitten, Sam. Ja. Mag geen tutje pakken. Buts. Dat was een buts. Jou, mama kusje opgeven. Kom nou kusje opgeven. Mwah. Zo, dat is over. En Joefie er ook bij. Oh, Joefie, dat kan niet. Joef. Ik heb nou een klein realisatiepuntje. Ik ga het jullie laten zien. Ik doe er altijd namelijk op de maandag 2 vlogs uploaden. Eentje voor de maandag en eentje voor de vrijdag. Omdat ik een weekje vooruit loop. Want dat is voor mij gewoon wat relaxter werken. Of ja, werken. Dit is niet werk, want ik verdien hier niks mee. Maar gewoon voor mij is dat wat makkelijker. Maar ik ga het jullie laten zien wat mijn realisatiemomentje was. Kijk! 500 ups en downs. En ik had niet eens zo heel veel gefilmd afgelopen weekend. Nee. Kijk je ervan, hè? Als je op stap gaat. Voor mij heeft dat gewoon altijd heel veel impact op stap gaan. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen, ik ben nu nog aan het boeten daarvan. Dat is het nadeel als je reuma hebt zoals dat ik heb. Je bent altijd gewoon echt aan het boeten. Dus ja, ik vind het echt super leuk om dat altijd te doen. Of dat soort dingen. Maar damn, ik ben altijd zo de lul daarna. Hè? Dat weet ik gewoon. Maar goed, het is zoals het is. Kings zijn gedoucht. Ik ben gedoucht. Niels niet. Niels gaat als goed nog sporten. Maar ik had straks iets gevonden. Dat is deze week. Als jullie het zien, is het niet meer in de aanbieding. Maar bij de Albert Heijn. De AH Kaneel Krodot. Kronut. Krodot. Oh, Krodot. Krodot. Er staat Krodot op. Ik had het nog nooit gezien. Ik heb er wel ooit eens van gehoord, maar nog nooit gezien. Wil je het even overnemen? En wij gaan die proberen. Dus een kruising tussen een krokodil en een donut? Ja, ik denk het. Het is in ieder geval kaneel.
neem maar een hapje. Neem je eigen ding dan. Ik heb er gewoon twee meegenomen. Het lijkt op een appelbrie met een banaansmaak. Ja. Als donut. Mm-hmm. Ja. Wel lekker. Nou, wij gaan deze even opeten. Ja, wel een aanrader. Ja? Vind ik wel, vind jij niet? Ja. Nou, is niet vies. Ja. Ik hou wel van kaneel. Tabi. Goedemorgen. Goedemorgen. Appel. Appel? Appel. Waarom nou weer appel? Goed. Nee, je hebt andere dingen gehad. Ja. Je hebt een hamkaascroissantje gehad. Ja. En je hebt een krentenbol gehad. En je hebt zo'n krodot gehad. Je hebt van alles... Waarom heb je zo'n koude bossen? Je hebt het allemaal gehad. Je hebt geen fruit gehad. Mag ook wel een keer. Twee derde van de Bambix bende zit op school. Yay! Pa! Pa! En dan moeten we... De een moeten we om 12 uur ophalen. En de ander moeten we om 2 uur weer ophalen. Dus dat is wat de bedoeling is. Het regent buiten, dus Liam kan niet buiten spelen. Vindt hij niet zo tof? Maar goed, hè? Hij vindt het oké. Nee! En hij is zitten bij het etteren. We hebben Sammy opgehaald. Ik heb vandaag ook helemaal niet zoveel zin om te vloggen. Dus dat ga ik denk ook niet doen. Ik heb vandaag gewoon geen puff voor. Ik denk dat het ook daarbij blijft wat jullie nu hebben gezien. Ik heb medicijnen voor Jordi opgehaald. Zijn onderhoudskeer. Op dit moment is het ook zo dat hij krijgt Cotrimoxazol als onderhoudskuur. En dat is er dus niet in pulvorm. Wij doen dat laten smelten en dan in zijn fles. En dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar het is momenteel niet in pulvorm te krijgen. Dus het is wel in vloeibare vorm te krijgen. Dus ja. Nou, dan is het nu weer 10 milliliter per dag. Dus, ja. Dus, dit is wat hij dus voorlopig krijgt. En ja, daar moeten we het mee doen. En dat is prima, dat is helemaal prima. Alleen ik baal er gewoon zo van, dan ben je gewend aan het een en dan is het niet meer verkrijgbaar. Puur en alleen omdat momenteel gewoon een medicijntekort is. Ik vind het echt heel erg voor de mensen waarvan de medicatie gewoon niet beschikbaar is. Vind ik echt heel erg. Maar goed, ja, dit was dus vandaag even voor de laatst wat ik gevlogd heb. Als er nog meer is, dan gaan jullie dat zien. Maar op dit moment, het regent buiten en ik heb gewoon heel veel pijn en dat. Dus daar heb ik gewoon even geen puff voor om te vloggen nu. Goedemorgen. Oh, ik zie er weer echt geweldig uit. Echt. Hi. Hi. Liam en Jordi zijn naar school. En Sammy is bij mama. Yeah. Mwah. We hebben vandaag weer observatie. Zo. Wat wil je allemaal vertellen? We hebben straks weer observatie. We gaan daar eerst even naar de winkel. We moeten even wat dingen hebben, zoals brood en dat soort dingen. Oh.
Ja, dat. Dat is wat we hebben, observatie. Maar ik zit even te twijfelen. Niels heeft een kort dagje. Niels heeft Jordi en Liam ook naar school gebracht. Ik zit nog even te twijfelen of ik niet gewoon vanmiddag naar de winkel ga. Want ik heb eigenlijk geen zin. Ik heb gewoon echt geen zin. Dus ja, dat. We gaan het even kijken hoe we het doen. Ondertussen zijn we heel wat uurtjes verder. Ik heb het onderzoek met Sam gehad. Sam is in slaap gevallen. We hebben Jordi en Liam opgehaald. Met Niels samen. En nu zitten we lekker te bunkeren. Want ik had gisteren wat eieren. Lekker, hè? En we hebben stokjes erbij. Nu zitten we samen lekker te bunkeren. Want ik moest wat eten. En Liam had ook wel wat trek. En hij had vandaag al eiersalade op. Dus dat wordt feest morgen, hè? Met de poeperij. Ja. Lekker zo pakken zo, hè. Lekker. Nom, 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 nom. Dus wij zitten samen te bunkeren. Hij vindt het helemaal geweldig met eiersalade. En ik vind het helemaal gescheten. Hé, jongen. Je lekker happen. Laat maar zien. Goed zo. Lekker happen. Hier. Hier. Doe zelf pakken. Doe ze pakken. Doe maar pakken. Goed zo. Nom, 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 nom. De happy dance. Lekker happen, hè, jongen. Kan ook wel, hè, na zo'n grote dag. Dat je weer op school was. Hier, pakken. Wil pakken? Ja. Nee? Nom, 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 nom. Niet mee gaan zitten te etteren. Moet eten. Kindje ligt op bed. En... het is natuurlijk dierendag. Ik kan heel veel geven aan Joef overdag. Maar zij krijgt elke avond. Het is voor Joef elke dag dierendag. Hè? Dus ik doe daar niks specifiek voor. Maar ik heb eens in de zoveel tijd heb ik pens. En dan krijgt ze elke avond. Dit is een appen. Dus ja, en die dingen die stinken. Die stinken. Oh, jezus. Maar goed, hè. Zij gaat er goed op. Dus dan is het goed. Ja. Kindjes liggen dus op bed. Ik laat de boel even. Niels is eventjes bij de buurman helpen. Het even speet om van Jordi, et cetera. Maar mijn nagels. Je zou zeggen, als je ze zo ziet, je hoeft er niks aan te doen. Maar op de een of andere manier, ze zitten niet helemaal zoals ik het hebben wil. Dus ik zei tegen Niels, ik denk dat ik ze even ga doen. Ik heb ze namelijk gedaan toen ik ongesteld was. En nagels zijn in principe wel een spiegel van de hormoonhuishouding. En ja, bij mij blijven ze nadat ik mijn nagels heb gedaan. Als ik ongesteld ben, blijven ze nooit super zitten. Dus er zit allemaal lucht onder. En ja, ik denk dat als ik iets doe, dat ze dan zeggen houdoe. En dat is niet de bedoeling. Want ik ben nou eenmaal een boerin. En ja, dat... nou weet ik dat er vaker al is gevraagd of ik wilde laten zien hoe ik mijn nagels doe. Weet je wat het hele ding is met mijn nagels laten zien hoe dat ik het doe? Ik moet even de droger uitzetten. Zo, die staat uit.
Maar wat het is, als ik wil laten zien hoe ik mijn nagels doe. Kijk, ik heb daar een cursus voor gehad. Daar ben ik ook voor geslaagd. Maar dat is alweer... Ik denk 10 jaar geleden al, als het niet 12 is. Dus ik ken de moderne, hele gebeuren van de moderne nagels. Die ken ik niet. Daar heb ik me eigenlijk ook niet in verdiept. Als ik me erin zou verdiepen, dan zou ik dat kunnen. Maar ik doe het echt nog op de ouderwetse manier. Dus op het moment dat ik nou laat zien hoe ik mijn nagels doe... Ja... krijg je opmerkingen van ja, maar dat hoort niet zo. Of ja, maar dit. Of ja, maar dat. Sowieso alles wat ik doe. Ik werk heel erg hygiënisch. Alcohol. Je moet gewoon... sowieso als je je nagels wil doen... zorgen dat je naar een professional gaat. Iemand die daarvoor geleerd heeft. Of ja, geleerd heeft. Je hebt tegenwoordig opleidingen daarvoor. Maar wel iemand die gewoon weet hoe het zit. En weet hoe het ruilt en zeilt. Voor mij is het al heel lang geleden dat ik het echt bij iemand anders heb gedaan. Ik deed het voorheen bij een vriendin van mij. Maar dat is inmiddels al een hele tijd geleden gestopt. Ik denk al toen ik Sam kreeg, is dat al gestopt. Zoiets. Misschien daarna nog een paar keer. Maar het is echt al een tijd geleden. En het hele ding is... ik doe het ook niet op iemand anders. Ik heb laatst wel een paar keer een aanvraag gehad van... Goh, wil jij van vrienden van... Goh, wil jij voor mij een keer mijn nagels doen? Dat heb ik ook gezegd van... Ja, ik durf het eigenlijk niet echt aan. En niet dat ik... Kijk, ik ben niet slecht. Maar ik ben ook zeker niet de beste. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Maar voor mijn eigen nagels ben ik wel de beste. Omdat ik weet hoe ver ik kan gaan. Omdat ik gewoon mijn eigen nagels het beste ken. En daar komt ook niet zomaar iemand aan als alleen ikzelf. Ik weet hoe ver ik kan veilen. Ik weet hoeveel gel ik erop mag doen. En hoeveel gel ik bij mezelf erop mag doen, et cetera. Ik weet hoe ik het voor mezelf in model wil hebben. En tuurlijk, het ziet er niet altijd het beste van het beste uit. En dat weet ik ook. Maar op het ding is, als ik het laat zien hoe dat ik het doe. Ik heb geen zin in... te horen te krijgen, ja, maar zo doen ze dat niet meer. Of ja, maar zo hoort dat niet. Of ja, maar je ontwikkelt je eigen ding daarin. En zolang je het hygiënisch doet en zorgt dat je de producten gebruikt waarvoor ze gebruikt dienen te worden, dan is dat gewoon helemaal prima. Maar ik adviseer wel altijd, op het moment dat jij nagels wil hebben, ga niet zomaar zelf even aan de slag. Dat adviseer ik sowieso altijd. Maar het is gewoon... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind het gewoon lastig als ik laat zien hoe ik mijn nagels doe. En dat iemand anders het beter weet. Kijk, weet je... ik val niemand zomaar af. En de theorie weet ik gewoon supergoed. Alleen in de praktijk brengen bij een ander heb ik altijd wel last van. Sowieso onzekerheid over... En ja, dat dus. Daarom is daar ook nog steeds geen video van. Omdat ik daar gewoon onzeker over ben. En dat is het eigenlijk. Dus voor iedereen die gaat vragen van... Wil je een keer laten zien hoe je nagels doet? Ik heb daar gewoon geen behoefte aan. Om continu commentaar overal op te krijgen. Weet je? Dit is iets wat gewoon voor mij werkt. En waar ik voor mij even mijn tijd in heb... En het is al gewoon heel erg druk voor mij. En ja, dat is het eigenlijk. En het zijn geen smoesjes, ook al klinken ze misschien voor sommige mensen zo. Maar ja, ik heb gewoon te zijner tijd mijn eigen ding ontwikkeld. Hoe dat ik het fijnste vind werken, et cetera. Dus ja, vandaar. En ik ga ook niet bij iemand anders de nagels doen. Want ik vind mezelf daar ook niet goed genoeg voor. Dus zolang ik zelf over mijn eigen nagels tevreden ben, vind ik het prima. Een hele goede morgen. Ja, ik zie eruit. Ik heb al van alles gedaan vandaag. We hebben vanochtend gesprek gehad over Liam's observatie. Ik ben naar de winkel geweest. We hebben de kinderen weer naar school gebracht. Niels is weer werken. Ik ben ondertussen met de was bezig. En Liam, die is hier lekker eten rondlopen.
Dus dat is wat er momenteel is. Hi. Ik heb niet echt veel gevlogd. Ik ben voornamelijk bezig. Morgen gaan we namelijk nadat Jordi feest heeft gehad op school. We moeten even kijken tot hoe lang die dat volhoudt. Morgen zijn sowieso Sam en Liam vrij. Maar dan gaan we daarna gaan we naar Inge toe. Weet jullie wel, die vriendin die ver weg woont. In het oosten. Dus daar ben ik allemaal spullen voor aan het pakken en aan het opruimen. En mijn huis zorgen dat dat schoon is. Zodat ik zondag als ik weer terugkom, dat ik gewoon in een schoon huis terechtkom. Dus daar ben ik eigenlijk de hele tijd mee bezig. Laat Sam eens even met rust. Hey. Laat Sam met rust. Laat Sam met... Hey, doe eens niet. Laat Sam nou eens gewoon met rust. Maar over het gesprek vanochtend met Liam. Over Liam. Liam die loopt gewoon een hele tijd achter. Dan, hij is 3 jaar, maar hij is geestelijk en motorisch gezien op een heel veel vlakken pas 1,5. En dat is niet erg. Dat is totaal niet erg. Maar dat betekent gewoon wel dat er een aantal dingetjes, aanpassingen, et cetera, gedaan gaan worden. En dat gaat wel op een rustig manier. Omdat als we het allemaal te snel gaan doen, hij het niet meer kan bolwerken. En dat is dus niet de bedoeling. Daar komt dus ook heel veel frustratie vandaan. Hij begrijpt je allemaal wel hoor. Maar daar zit een stuiterballetje in hem die gewoon niet rustig kan zijn. Nou is het zo dat voor Sam weer hele andere dingen gaat gelden als voor Liam. Dus wij gaan samen kijken wat we precies allemaal kunnen doen. Dus dat. Wat en hoe precies allemaal. Ik weet niet of ik jullie daar 100% mee ga nemen. Want sommige dingen zijn gewoon echt voor Liam ook echt een aanpassing. En wij deden al heel veel en dat zeiden ze ook. Maar de vraag is wat kunnen we nog meer doen en hoe kunnen we het aanpakken, et cetera. En sowieso gaan we met school samen kijken. Dus hun gaan contact opnemen met school van Liam. En aan de hand daarvan gaan we van alles regelen en doen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik wou vertellen. Ik wist het allemaal wel ongeveer. Maar toch wel een bepaalde bevestiging. En ik heb nu ook een bepaalde bevestiging gekregen wat ik al tegen Niels had gezegd. En Niels zei, En ik heb daar gelijk in gekregen. Dus dat. En ze zeiden ook dat wij Liam wel echt heel erg goed kennen. Dus dat is een voordeel. Maar goed. Ik geef mijn telefoon afgeven aan Liam. Zodat hij zijn ding kan doen. Boven is nu alles gepoetst. En nu moet beneden nog. Het was vandaag geen makkelijke dag met Liam en met Jordi. Jordi die had net verhogingsklachten een beetje. Dus even afwachten. Hij is ook verkouden. Dus niet heel gek. Maar goed. De kinderen zijn gedoucht. Ze liggen allemaal in een schoon bedje. Schone kamer. En alles. En ik heb ons bed ook verschoond. Zo dadelijk hier beneden even nog aan de slag. En dan kan ik de spullen klaar gaan maken voor morgen mee te nemen. Kijk, weet je wat het is? Als Jordi niet lekker is, dat kan. Maar of hij nou hier niet lekker is of bij die vriendin van ons niet lekker is. Ja, het is daar niet heel anders als hier. Het is daar zelfs zo dat ik daar zelfs meer hulp heb dan hier. Dus hij kan daar ook gewoon lekker op de bank hangen. Dus dat is hoe en wat. Niels is nu eventjes naar de stad toe, want die is zijn nieuwe bril ophalen. En ik moet nog eten, ik heb nog niet gegeten.